Hallo, leuk dat je kijkt. Welkom bij mijn top 5 leukste pannenveldjes van Stedenbroek. Let's go! Nummer 5. Dit veldje ligt in de Oosterweet, vlak achter de speeltuin waar we vorige week zijn geweest. Om in de top 5 te komen, moet het veld een aantal mooie dingen hebben. Zoals een boarding, die zie je hier, en grote doelen. Daarnaast is de vloer mooi egaal. Toch de vijfde vanwege de baskets die ontbreken, maar ook de lage boarding. En als laatste, je kan niet altijd zien of er is gescoord. Ieder filmpje, dus ook deze, heeft ook een opdracht in zich die je kan doen op dit veldje of misschien ook wel ergens anders. Omdat op dit veldje het niet altijd even duidelijk is of een doelpunt ook echt daadwerkelijk in het doel is geschoten, gaan we iets doen met hooghouden. Kijk mee, want ik denk dat deze persoon het veel beter kan uitleggen dan ik. Hoi Sjaki Groenen, wij hebben een vraag aan jou. Hoe vaak kan jij hooghouden en heb je misschien ook tips voor ons? Ja, ik kan wel veel hooghouden. Ik heb dat altijd van jongs af aan heel erg veel gedaan. Dus ik denk wel 200-300 keer of zo. Ja, ik kan wel laten zien natuurlijk hoe ik het van mijn jongs af aan heb geleerd. En dat was namelijk, mijn vader had echt iets met op de knie hoog houden. Okay. En daar ben ik dus ook eigenlijk mee begonnen. En dat begon dus altijd, ik moest altijd iedere keer een stapje verder totdat ik het geperfectioneerd had. Okay. Dus ik begon dan gewoon met 1 eigenlijk. Ja. En het is dus heel erg belangrijk dat als je het moment dat je de bal raakt, dus je eigenlijk in een soort 90 graden bent met je knie. Okay. En dat je de bal hier bovenop raakt. Dus dat je niet te ver naar je. Want als je hem op je knie krijgt, dan gaat hij van je weg. Okay. Terwijl als je hem op je bovenbeen raakt, dan gaat hij eigenlijk weer naar je toe. Dus dan begon ik eigenlijk met 1 totdat ik die iedere keer kon vangen. En als ik dan kon vangen, dan ging je dus naar 1, 2. En zo ging ik heel de tijd van been wisselen. En dan ging ik dus heel de tijd 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dus als je hoog wil een aantal wil halen, dan is dit wel een goede. Ja, ik kwam hier altijd heel erg ver mee. Dus, want je gaat dat dus steeds verder opbouwen. En dan word je dus ook steeds vaardiger in. En dan heb je eigenlijk die balans heel erg makkelijk. Ja, dat is cool, ja. Kijk hier wel heel erg naar uit. Dat is denk ik mijn favoriete momentje van de dag. Dus, en dan moet je zorgen dat je met je rug heel erg recht blijft. En als je dan merkt, oké, hij gaat omhoog en hij blijft op de juiste hoogte, want hij komt natuurlijk ook niet hier naartoe. Ja. Dan kun je gaan switchen en dan ga je naar 2. En dan ga je naar 3. Dan heb je die houding. Oh, dit is zo fijn. Kijk! Hey!